hero. Nieuwe dingen leren. Dat vind ik leuk, zolang ik maar weet wat ik ermee kan en doen. En in dit geval is het een nieuwsbrief. Tijdens mijn expositie heb ik een paar mensen die hebben hun naam en hun e-mailadres achtergelaten. En daar is ook bijvoorbeeld een winnaar uitgekomen, hebben jullie gezien. En ik ben dus nu bezig met een nieuwsbrief. Mijn eerste keer, hartstikke leuk. En wil je ook zo'n nieuwsbrief ontvangen? Ga naar www.semnoten.com. Krijg je een pop-up en dan kan je het erbij schrijven. We gaan bij deze, de eerste nieuwsbrief, versturen. Send! Spannend! Oké, daar komt ie, mensen. Send now! And it's out there! Oké. Dit is leuk. Ja. Track your stats. Oh, je kan het ook nog via je mobiele app checken. Wanneer een wereld voor je open gaat, toch? Ik vind dit leuk! Oké dan. De kunstrij. Echt, dit was inspiratie opdoen. Ik heb zoveel mooie technieken gezien en zoveel mooie kunst. Ja, ik heb echt genoten. Er waren galleries, ook van het buitenland bij. En ja, je gaat je dan toch echt afvragen van, is een gallery iets voor mij? Zou ik daarna op zoek moeten gaan? Nou, ik weet het zelf nog niet. Ik ben wel heel gecharmeerd van de manier van hoe het is opgezet. En ja, dit is wel iets om over na te denken. Maar voor nu, we gaan nog steeds creatief bezig zijn. En het komt wel. Niks komt voor zijn tijd. Ik ben zo blij. Dus ik kom hier aan. Hier zo medehuurder Ivan, die zegt, Sam, je moet echt eventjes naar Beek Wilders gaan. Ze hebben uitverkoop. Dus ik denk, ja, nee, gaat het me geld kosten? Tuurlijk gaat het me geld kosten. Want als ik eenmaal iets zie, check this out. Ik weet nog niet eens hoe groot het is. Even kijken hoor. Hoe is het? In ieder geval, je ziet mijn arm, hè? Je weet, mijn lengte zo. Check dit uit. Zo mooi. Net een schotel, weet je? Zoals je die hebt. Als je televisie wil kijken via satelliet. Zo mooi groot. En dan ga ik dus echt op tekenen. En dan heb ik er twee van. Wat? Wauw.
Misschien begin ik straks al. Ja, ik laat deze gewoon buiten. Zo. Dat is één. En dan heb ik paspartoutjes. Dan kan ik dus ook tekenen. En dan kan je zelf een lijstje en een foto zetten, maar dan heb je het paspartoutje. En ook kleintjes. Echt zo gaaf. Sam is blij. En dan heb ik ook deze. Jongens, wat is mijn mes? Dat zijn dan die hele grote paspartoes. Kijk. Hoe gaaf. Ja. I like it. Tekenen, tekenen. Be busy. Maar ik denk dat ik meteen met deze ga beginnen. Hoe gierig ben ik dan? Ik heb nog andere projecten hoor, maar het is niet erg om met verschillende projecten bezig te zijn.